Een van de belangrijke componenten om de inflatie naar beneden te krijgen... ...maar ook lager te houden, dat heeft te maken met de energiecrisis. En op dat vlak is er wel wat positief nieuws. Ten opzichte van de piek in augustus 2022 is de gasprijs met 80% gedaald. Dat heeft ermee te maken dat Europa minder afhankelijk aan het worden is van gas... ...wat wordt geleverd door Rusland. Maar ook omdat Frankrijk, Duitsland en Slowakije enkele kernreactoren hebben bijgeschakeld... En we zien ook dat de zachte winter bijdraagt bij het behouden van een hoge gasvoorraad. En natuurlijk wordt er in 2023 ook weer gewerkt om die gasvoorraad aan te vullen tot weer 100%. Zodat we ook in de winter van 2024, hè, van 23 op 24, dat we voorkomen heel zwaar afhankelijk te zijn van Rusland. Hè, en dat we daarmee in de problemen komen dat de prijzen mogelijk weer de pan uitvliegen. Een ander punt wat voorbij kwam afgelopen week was een bericht van Gary Gensler van de SEC. En uh, dat ging over staking as a service. En zeker en waarom ik hier even bij stil wil staan is dat je het niet moet uh, verwarren met een verbod op staking. Want dat is niet waar dit over gaat. Nee, want bij staking, daar alloqueer jij tokens aan een validator. Dat is gewoon een node in een blockchain die transacties valideert. Dat is niet waar een verbod op komt, op staking. Nee, het gaat om staking as a service, dat is lending. En in dit geval is dat dus Kraken die dan een programma had aangeboden... om staking as a service, waarmee jij jouw geld ergens neerzet... en dat totaal niet transparant is wat er met je geld gebeurt. En dat is eigenlijk wat we ook gezien hebben in de crypto space. Dat is natuurlijk ook wel een is failliet gegaan, Celsius failliet gegaan, 3 Arrow Capital... en zo zijn er nog vele andere, ook kleinere lendingpartijen die ook failliet gegaan zijn... Waar blijkbaar achteraf ook hè, transparantie uh, gewoon niet volledig transparant was. Dus staking as a service mag niet, is, uh, is voorgeschikt uh, met uh, kraken. Die gaat die dienst dus niet meer uh, aanbieden, in, uh, in de VS in ieder geval. En belangrijk dus om hier uit te halen is dat het niet gaat over staking op zich. Maar over lending uh, services in de Verenigde Staten. Die dus niet volledig, hè, dat de gebruiker, de consument niet volledig geïnformeerd wordt wat er met het geld gedaan wordt. Nou, dit is de week dat uh, er nieuws naar buiten komt over de inflatiecijfers uit de VS. Hè? De 14e uh, Valentijnsdag is morgen. Uh, en dat, um, ja, de beurs ziet er nu uh, eigenlijk nog best wel goed uit. S&P links, uh, Nasdaq rechts. Als je kijkt naar de, eigenlijk het ombuigen van deze neerwaartse trend... Naar, ...inmiddels naar een stuk richting een stuk herstel... Je zou kunnen zeggen dat als de S&P weer boven de 4.324 punten komt... ...dat zou echt uh, supergoed nieuws zijn... En dat geldt voor de Nasdaq is dat een niveau van zo'n 13.712 punten. Maar ook kan het heus nog wel zijn, afhankelijk van wat de inflatiecijfers gaan zijn, die deze week uit de VS komen, kunnen we of een pullback verwachten. Ja, of gewoon een enorm. een weg zo weer een flinke stijging als de inflatiecijfers gunstig zijn. Ja. Dus dat die daling. Niet alleen wordt voortgezet, maar dat gewoon ook wellicht nog wel de verwachtingen worden overtroffen in positieve zin. Bij Bitcoin zie je uh, die uh, stijging zoals dat bij de beurs is en een kleinere stapjes dan bij de beurs. Maar bij Bitcoin zie je dat er ja, winst genomen wordt. Hè? Want uh, Bitcoin is natuurlijk hard gestegen in de afgelopen weken. Want eigenlijk in de dus vier weken op rij was er zo'n 45% uh, bijgekomen. En dat was, uh, dat was uh, ja, 43 en uh, een beetje. Dus vandaar dat, de, dat er nu een correctie aan het plaatsvinden is. En vanaf de piek naar waar we nu zitten, praten we over een correctie van zo'n 11%. Wat uh, helemaal niet gek is nadat je natuurlijk 43% stijgt. Vorige week in de video gaf ik ook al aan dat het uh, logisch is, omdat er een correctie aankomt. En wat zijn dan de niveaus waar ik uh, zelf zou verwachten dat die pullback naartoe zou gaan? Nou, die kan, wat mij betreft, helemaal teruggaan naar zo'n 20.000%. 600 dollar, dat is waar de 21 exponential moving average ook zit. En als dat gebeurt, dus als die pullback daar naartoe gaat, dan is er wat mij betreft nog steeds niks aan de hand. Alleen wat we dus niet willen zien is een herhaling van wat we de laatste keer in ieder geval zagen in april 2022. Dat, dat komt erboven en hij zakt er eigenlijk weer onder, waarmee we natuurlijk direct weer te maken hebben met de lage zon hier, waar je een pullback zou kunnen krijgen. Ik schat in dat de kans dat dat gebeurt nog steeds erg klein is. Dus dat deze correctie heel normaal is... waarna we zometeen toch wel weer wat opwaarts momentum kunnen verwachten voor bitcoin. En nogmaals, als de cijfers uit de VS met de CPI, als die gunstig zijn... dan zal ook crypto daarop reageren. En dan zal, er, zal dit een tijdelijke dip geweest zijn... waarna de prijs weer verder gaat stijgen. Als de cijfers tegenvallen, dan kunnen we een verdere pullbacks zien... en ja, dan is dat nog steeds interessant om de DCA natuurlijk naar de komende tijd toe... En hoe ziet dat er dan uit? Nou, ja, dat zie je eigenlijk bij Ethereum ontstaan, dat die nu aan het testen is op die 21 Exponential Moving Average. Hij ja. heeft hier zijn eerste test gehad, want je kunt ook zien dat er duidelijk al een, een wig is van deze candle op die lijn. En de vraag is gewoon even hoe dat de rest van de week eruit gaat zien. Alleen die zit er dus wel op, dus als nu het slechte nieuws zou komen uit de VS, ja, dan kan die wel naar de rode lijn gaan, dan kan die alweer richting de 13.082 gaan. We willen in ieder geval zien dat Ethereum ook hierboven blijft. Geld voor Bitcoin, ook, geld voor de hele crypto-space. We willen graag dat we weer aan de bovenkant van deze pand support vinden en vanuit hier wat sideways movement gaan krijgen, momentum opbouwen in de tijd, zodat later dit jaar uh, ja, in ieder geval wellicht uh, echt de, de start aan de volgende boeren uh, kan gaan, uh, geïnitieerd kan gaan worden. Nou, onlangs had ik natuurlijk een update video gemaakt uh, over VeChain en die is ook best wel goed bekeken. Als jij uh, zelf uh, VeChain in je uh, zakje met munten hebt en je hebt die video nog niet bekeken, ga hem nog even, even bekijken. Het is gewoon nog steeds uh, erg actueel en relevant. En hier zie je ook hoe uh, ja, goed de line of defense voor uh, VeChain, we hebben een enorme stijging gezien. En die zagen we natuurlijk bij Bitcoin ook. En vanaf hier, als we even meten, uh, vanaf de candle in ieder geval naar, uh, naar de piek was dat uh, zo'n 56% in de plus. Dus ook hier geldt dat het helemaal niet raar is dat er nu een pullback is uh, van zo'n 10%. Maar vanaf de, de, de high is het overigens 15%. Ook voor VeChain geldt dat die dus nu aan het testen is op die 21 exponential moving average. Wat dus een belangrijk niveau is. Uh, want ook als we teruggaan in de tijd, uh, dan zien we ook waarom dat belangrijk was. Maar dat was hier ook in maart 22, uh, april 22. Heeft hij het niet gered? Hij is wel boven gekomen, maar eigenlijk weer gelijk eronder doorgezakt. Dus uh, wat hier nu aan het ontstaan is, wat mij betreft is niet erg als hij gewoon een tijdje sideways gaat. Dat is eigenlijk wel ook wat ik zou verwachten in deze tijd. Niet in één keer een ruk van 150, 200 procent erbij, maar gewoon langzaamaan in dit soort golvende bewegingen, steeds wat erbij, een stukje correctie, steeds wat erbij, om uiteindelijk, als we echt uh, de energiecrisis voor het grootste deel achter ons kunnen laten en de inflatie komt steeds meer onder controle. Want het rentebeleid van de FED en de ECB zullen zeker nog tot het einde van het jaar gewoon best wel streng zijn. Er komt heus nog een renteverhoging ook. Dus we moeten gewoon niet verwachten dat het nu in één keer als een raket omhoog gaat. Dus dat verwacht ik ook zeker niet. En ik verwacht overigens ook zeker wel dat het nog steeds een interessante tijd is en blijft... om het te blijven DCA in, 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 in mijn beleggingen en ook in crypto. En dat zal ik ook zeker blijven doen... En VeChain is ook een van mijn top 15 munten en blijf ik ook op de voet volgen. Dus de ontwikkeling hier is gewoon heel gezond, heel prima deze correctie. En vooral ook weer zien of die dit gaat houden ja of nee. En nogmaals een belangrijke week deze week op basis van de inflatiecijfers uit de VS. Deze video rond ik af met deze eindplaat van Bitcoin. De Bitcoin chart op de weekly. En, en waar ik vooral heel erg naar kijk is naar dit grotere plaatje. Waarbij je dus duidelijk ziet dat deze middelste uh, gele lijn, dit is de all-time high geweest uh, op, uh, van eind 2017. Ja? Daar zit Bitcoin in ieder geval nog steeds boven. Ja, het zou bij heel goed kunnen zijn dat, er een, dat of deze gele lijn of de 21 Exponential Moving Average deze week aangetikt gaat worden. Die kans zit er zeker in. Maar dat is nog steeds prima als je ziet naar de hele economische situatie waar we in zitten en waar Bitcoin nu op staat. Dus dat, uh, dat uh, geeft de burger moed, wat mij betreft. Deze onderste lijn, daar willen we in ieder geval van wegblijven. Dat is natuurlijk de, de low hier geweest in de bear market. Dus uh, dit, uh, ja, het verdedigingspunt, om maar even zo te zeggen, is uh, wat mij betreft in eerste instantie die 20.500, 20.600 dollar. En dan natuurlijk de all-time high van 2017, die op zo'n 19.600 dollar uh, zit. En dat is gewoon even waar we naar moeten kijken in de komende periode. En als het hier een tijdje sideways gaat, als er hier een bouncer komt, dan gaat hij nog een keer deze opzoeken. Echt die wellicht nog een keer een rejection op 25k. En dan iedere keer waar we natuurlijk dan wel naar moeten kijken is dat deze low, hè, we zien hier eigenlijk uh, uiteindelijk is hier, dit is de bodem op dit plaatje. Ja? Dus dit is de laagste low. Dus op het moment dat deze correctie, ja, hier zien we een high, die is in ieder geval hoger dan deze high. Dat is in ieder geval positief te noemen. Dus de vraag is even, wat gaat de bodem zijn op deze weekly, op de grafiek de komende weken? Gaat die ergens op dit niveau komen? Dan is dat een hogere low. Ja, dan kunnen we zien dat de, trend, de neerwaartse trend echt doorbroken is. En dat we uiteindelijk weer hogere levels gaan neerzetten. Om om te buigen naar positief. Dus op het moment dat er dan weer een, uh, een rally komt opwaarts. Dan willen we eigenlijk zien dat die dus ook weer een hogere high neerzet. Dan wat hier is geweest in januari van 2023. Dus, dit zijn even de, uh, de prognoses voor de komende periode. Hoe ik hier naar kijk. Als dat niet gebeurt, dus als er weer een rally komt. Maar die gaat lager zijn. En hij zet een lagere high neer, dan is dat weer minder positief, natuurlijk. En daarmee kunnen we gewoon zien hoe in de komende maanden die trend. of ze wel weer teruggaat naar de onderste band, naar die 15.500. Of dat we gewoon gaan zien dat we langzaamaan. dat Bitcoin boven de 25.000 gaat komen. Dat is wel mijn verwachting richting het einde van, van 2023. Dat de kans groter is dat Bitcoin boven de 25.000 dollar komt. Zeker omdat het nogmaals inflatie. Cijfers gaan naar beneden en de energiecrisis. Dat, dat ja goed, we zien in ieder geval dat de gasprijs heel erg aan het dalen is en dat de gasvoorraad dat dat goed gaat, maar er zijn nog zat uitdagingen. Maar goed, die worden aangegaan, dus ik ben benieuwd. Maar ik blijf voorzichtig wel meer naar de bullish kant toe leunen, nu vanaf nu dat dit wel echt de bodem is geweest en we gaan het zien. Dus voor zover de wekelijkse update. Ik dank je wel weer voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet zeker niet om te abonneren. Als je de content leuk vindt, laat ook even een duimpje achter. En dan zie ik je graag weer terug in de volgende aflevering. Nog een hele fijne avond. Tot ziens.